Goedemorgen, je kijkt weer naar een nieuwe vlog. En in de vlog van vandaag ga ik een paar dingen doen. Helemaal alleen. En het leek me heel erg leuk om dat te gaan filmen. Ik ga jullie heel even neerzetten. Want er lopen de hele tijd mensen langs mijn huis. Die aan het verbouwen zijn. Weer hierboven, denk ik. Hinderlijk. En die mensen die hebben gewoon serieus het lef om iedere keer, ik weet niet, ze zijn allemaal dingen aan het vervoeren, om iedere keer gewoon recht naar binnen te kijken. En ik ben aan het werk nu, want ik ben bezig met mijn shoplog en ik ben bezig met mijn vlog aan het editen. Dus ik heb gewoon even 2 uur uitgetrokken om hier te zitten. En hij heeft gewoon iedere keer het lef om me gewoon recht in mijn bek aan te kijken. Zo. Ik doe dat niet hoor. Ik zie dat iemand aan het werk is en ik moet de hele tijd voor dat huis zijn. Dan ga ik niet de hele tijd kijken. Hinderlijk, komt hij weer. Echt hinderlijk. Kijk. Dat zijn ze allemaal aan het... Ik weet niet wat ze gaan doen. Maar goed, dus ik ga even zo praten. Ik heb jullie even nu op mijn kop tegengezet. Anyway... Ik ben bezig met mijn shoplog. Dus wanneer jullie deze video zien, staat hij online. Ik heb een shoplog opgenomen waarin ik mijn nieuwste kleding items laat zien. En nieuwste producten, nieuwste beauty producten. In de vorm van een shoplog. Gisteren heb ik een haar treatment gekregen van Fretje. En jullie zien het nu nog wel, het effect. Dat ik best wel vol haar heb nu van mezelf. En het glanst weer. Dat heb ik ook gefilmd. Dus die vlog ga ik daarna editen. Het is nu om precies te zijn... 9:45 's ochtends. Fred is de deur uit. Mijn vriend is al de deur uit. Iedereen is al up and running, zeg maar. Laatst zag ik een comment onder mijn video van een meisje. Ik weet nu echt eventjes niet hoe ze heet. Met daarin de vraag van... Joh, Lau, wil je een keer een video opnemen waarin je de hele dag geen make-up op hebt? Nou, toen dacht ik... Hé, ik ben vandaag de hele dag thuis aan het werk. En ik ga straks iets heel erg grappigs doen. Want ik weet niet of ik het alleen kan. Maar het leek me wel gewoon leuk om dat te filmen. Want als het me wel lukt, dan ben ik super trots. En dan zien jullie dat. En als het niet lukt, ben ik gewoon een dikke vette loser. En dan zien jullie dat ook. Dus ik ben eigenlijk de hele dag thuis. En ik ga echt de deur niet uit vandaag. Want ik moet gewoon nog heel veel werk afmaken. Dus toen dacht ik, vandaag ga ik de hele dag make-uploos door het leven. Zoals jullie weten heb ik wel wimper extensions. Die zitten dus nog steeds. Ik ben nog wel weer een paar kwijt. En dat is eigenlijk een beetje uit eigen lompigheid. Ik ging mijn ogen schoonmaken met een wattenstaafje en toen schoot ik uit. Er zit echt iets in mijn keel. Maar ik heb voor de rest helemaal niks op. Ik heb net gedoucht en ik heb mijn oogcreme opgesmeerd. En ik heb een dagcreme opgesmeerd en that's it. Goed, ik ga nu snel verder met mijn shoplog editen. Ik hoop dat die mannen zo meteen echt weg zijn, want hij is echt alweer 4 keer langsgelopen. En hij kijkt gewoon recht in mijn bek. Ik vind het zo'n aanzien. Kijkt hij weer. Hinderlijk. Goed. Oké, ik zie jullie zo. We zijn nog steeds bezig, maar ik ben nu bijna klaar. En dan kan ik eindelijk beginnen met hetgeen wat ik zo graag wil doen. Ik loop eventjes naar het raam, want ik zie dat het een beetje donker is. Ik ga jullie even neerzetten op de bibi-paal. Dan heb je iets meer licht. Nog steeds make-up los. En we gaan beginnen. Wat ga ik nou eigenlijk doen? Oh, trouwens, dit is een blouse van de Zara. Die had ik ook gekocht, maar die was ik vergeten te laten zien in mijn vorige vlog. Dus ik heb hem nu aan, dus kunnen jullie kijken. Hij is zeg maar wijd en hij is grijs. I love it. Maar goed, even die muziek uit. Heel irritant. Ik ga jullie nu vertellen wat ik ga doen. Alleen en geen idee of het me lukt. Maar ik zou het met die mannen doen vanavond. Maar ik denk dat ik het gewoon heel cool vind als het me gewoon al zelf is gelukt. Zeg maar. Wat heb ik hier? Even eentje. De hele doos. Ik ben naar de IKEA geweest. Gisteravond. Ik heb het niet gevlogd. Want ik had mijn camera ook niet mee. En mijn vlog was al zo lang. Dat ik dacht, oké, dit hele IKEA stuk ga ik even niet vloggen. Maar ik ben dus wel naar de IKEA geweest. En ik ga allerlei kastjes in elkaar zetten. Ik heb een soort van... ladekast voor onder mijn bureau. En
En ik heb naast mijn spiegelkast in mijn slaapkamer nog ruimte. Nog 35 centimeter ruimte. En daar wil ik een hele hoge ladekast neerzetten. Ook voor al mijn lakens en handdoeken en zo. Want nu heb ik dat altijd opgestapeld dat je het ziet. En ik vind wanneer je het ziet, dat stoort me. Wanneer je er gewoon een kast neerzet met lades, dan kun je het mooi opbergen. En dat vind ik gewoon chill. Dus ja, ik ga in mijn upje al mijn IKEA shit in elkaar zetten. Nog nooit eerder gedaan. Wel vaker gedaan, maar dan met hulp. Dus I'm gonna do it on my own. Ik hoop dat het me lukt. Zo niet ben ik een dik vet loser. Maar dat maakt ook niet uit. Want joh, ik ben eigenlijk helemaal niet zo handig. Maar misschien dat het me wel lukt. Ik zou zeggen heel veel kijkplezier. En fingers crossed. Hallo Biep. Hoeveel te schattig ben jij? Hoeveel te schattig ben jij? Hallo meisje. Hallo poepetje. Oh. Zit je lekker, schat? Nou, ik laat er nog wel even zitten. Dan begin ik met die. Oh. Zeg maar, nog zo'n kastje, die doe ik erop. En nog een kastje, die doe ik erop. En dan heb ik zeg maar zo'n hele hoge ladekast. Want dit was de enige die 35 centimeter was. En die hoge, zeg maar, die gewoon al hoog waren, die waren allemaal 40 centimeter. En dat past niet in mijn huis. Dus de eerste zit erop. Oh my god, nu ga ik deze twee maals nog een keer maken. En dan ga ik mijn bureau tafeltje maken. Phew, het is me gelukt. I'm not a loser. Huh. Ik heb wel mijn vinger pijn gedaan trouwens. Hier. Ik ga gewoon met die schroevendraaier in mijn duim. Zo, rats. Zie je het? Wacht, hier. Scherp. Hij wordt niet scherp. Echt zo, rats. Gewoon door mijn duim. Maar goed, I'm super, super duper proud of myself. En nu gaan we lekker door met de volgende. Dit is leuk. Zo. So. En dit, jongens, is mijn tweede. Oh. En dit is mijn tweede. En de eerste staat al, dus ik ga ze even op elkaar zetten. Ja, de eerste en de tweede. Want zoals je ziet, is daar een man met allemaal lakens. En dat stond dus zeg maar hier naast mijn kast. En dat zag er zo lelijk uit. Dus ja, ik heb nu even met mijn flits, anders is het te donker. Nu ga ik de derde in elkaar zetten en die zet ik dan hierboven. I did it. Daar staat hij. En omdat het dus gewoon super smal is, past het gewoon net. Ik heb het gewoon super goed opgemeten en kijk het staan. Nou, het zijn dus drie losse ladekastjes die ik gewoon op elkaar heb gezet. Allemaal extra ruimte. Even neer. Ik zet mijn flits wel even daar. Nu hebben we belichting.
Jullie staan nu op mijn nieuwe kast. Ja, ik kon niks anders verzinnen. Om één laag kastje daar neer te zetten, daar heb je niet zoveel aan. En het is toch een loze ruimte. Ik kan er eigenlijk nog één op doen, maar ik vind het eigenlijk wel prima zo. Dus nu kan ik het gaan inladen met allemaal lakens en handdoeken en nog wat whatever. Ik heb gewoon extra ruimte nu. En als je in een klein huis woont, moet je het gewoon oplossen op deze manier. I did it! Ja! Ik ben zo blij. I'm so happy. Wat een werk. Wat een werk. Maar het is me gewoon gelukt. Weet je wat leuk is? Dat eerste ding, daar was ik zeker een uur mee bezig. Dat tweede ding ongeveer een half uur. En dan keek ik nog wel in het blaadje. Van wat waar moest en zo. En die laatste gewoon blind. Ik wist precies wat waarin moest. Ik hoefde dat blaadje gewoon niet open te houden. Ik heb niet eens gedubbelcheckt. Ik wist gewoon wat ik moest doen. En ik was in een kwartier klaar. So, I'm proud of myself. Goed, alles wat op bed ligt ga ik netjes opvouwen en netjes erin doen. Oké. Oké, dan gaan we het erin doen. Oh my god. Ik vind het best wel eng eigenlijk. En waar is nummer 3? Voor de papiertjes en de dingetjes. Hé, hey, kijk, dit is hem. Groot. Midden. En klein. En klein. En het... Ik ben klaar, jongens. Al mijn kastjes zijn klaar. En ik ga me nu lekker klaarmaken om te gaan slapen. Dus ik ga even lekker douchen. Mijn make-up hoef ik er niet af te halen, want ik heb geen make-up op. Maar even lekker mijn gezicht reinigen sowieso. En dan even lekker met de borstel erover. En even een nachtcremetje op. Zo zie ik er dus uit als ik kapot ben. Ik heb echt last van mijn rug van de hele dag. Op de grond zitten met op mijn knieën en op mijn billen om die schroeven erin te draaien. Maar goed, zit erop. Ik heb een hele leuke dag gehad met mezelf en met mijn klussen. Pop the Power is er niks bij. Vond het leuk. En ik ben blij dat nu alles opgeruimd is. Opgeruimd staat toch netjes. Dus hey, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden om te zien hoe ik aan het klungelen was. En vergeet je niet te abonneren als jullie dat nog niet hadden gedaan. Duimpjes omhoog, vonden jullie dit een leuke video? En ja, laat me weten of jullie dit leuke video's vinden. Dat ik het gewoon wel film als ik eigenlijk thuis aan het... Hoe noem je dat? Aan het rommelen ben, zeg maar. Als jullie dat leuk vinden, ga ik dat zeker wel vaker voor jullie filmen. Goed, let me know. En ik zie jullie snel de volgende keer weer. Bye bye.